directeur van de chocoladefabriek die altijd de pineut was. Directeur Zalari, altijd de pineut, nee. Altijd de Shark. Sharky! Chocolade. Ouderen in verpleeghuizen of zorginstellingen dat die zelden of nooit buiten komen. Nee, ja, oud-nieuws. Oud. Maar, nou, hebben jullie al gehoord hoe ze een bedrijfsuitje bij de brandweer noemen? Een bedrijfsuitje bij de brandweer, nee. Spuitjes. Hebben jullie het gehoord van die vrolijke Popeye toen hij in de groentelaar keek? Vrolijke? Ja, Popeye. Die kijkt in de groentelaar en we zeggen, hebben we een vrolijke Popeye. Ja. En wie zei? Nee, denk ik spinazie. Spinazie. Maar heb je het al gehoord van de veelverdienende directeur van de stofzuigerfabriek? Nee. Je hebt zijn zakken gevuld. Ja. Heb je het al gehoord van IS die een eigen social media platform gaan beginnen? Nee. Facebook. Ja, nou. Hadden jullie het al gehoord van dat mislukte feestje van de Godfather? Een mislukt feestje van de Godfather? Nee, niet zo gehoord. Er waren slechts anderhalve man en een paard. En een paard? Ik heb ooit eens een keer in een filmmantje gemaakt. Dat heet Nederland 2, TV2. En toen zeiden ze, je moet even een filmmantje. We hebben een nachtfilm, de Godfather. Maar je doet toch niks met die paardenkop erin. Nee, die montering er niet in.